is inmiddels van de trainingstage op Mallorca. We zijn nu de rennersgroep aan het opzoeken. Via de buitenwegen, want zij zijn binnendoor. Al die stoplichten die ontwijken wij en dan pikken we ze op hier in het buitengebied. En ondanks dat we dachten dat het slecht weer zou zijn gisteren, is het vandaag weer stralend blauw. Dus gisteren nog de Sacca Lobra en nu vandaag iets meer op tempo rijden. Hou de goede rennersgroep in de gaten en kijk hoe de vermoeidheid is toegeslagen. En achter in de auto, daar zit de drijvende kracht van het wielerteam. Vief, mijn vrouw, Vief, goedemorgen. Hallo. En mijn twee dochters, die zitten ook in de auto. Die willen een keer kijken hoe het gaat met de mannen. En dan weer de goed old achter het stuur. Goedemorgen. Mooi, Ruud. Op naar de rennersgroep. Let's go. Ja, ze zijn nu bijna hier op deze weg onderaan. Zie je waar ze zitten, Ruud? Wij staan hier en de renners zitten hier. Ze zijn zo hier, een paar minuutjes. Mooi. Zie jij waar ze zitten, Ruud? Ik ga eens even kijken, maar ze zijn een aantal. Ze zitten hier beneden, ze zijn zo hier. Ruud, zie jij waar ze zitten? Jazeker. Ze zijn zo hier, ze zitten hier beneden. Oké, mooi. Dat is fijn. Wat doen ze daar? Wat doen ze daar? Die vallen ze. Meteen even de communicatie testen, goed? Ik voel me niet super. Dat is normaal op dag 6. Kom op. Hey boys, als nou één iemand alle jasjes pakt, dan hoeven jullie niet allebei naar de auto. Voor hetzelfde geld demareert nu iemand voorin, als het koers zou zijn. Goed. Dat is van de Club van Lozen. Ah, ja. Dat is een amateurclub met tijdrit vooral eigenlijk. Dat ziet er goed uit. Ja, dat is mooi. Groep 2 die doet 8 keer 15 minuten, pauze 5 minuten. Ja? Ja. De andere groep. Doe twee sets van 4 keer 10. Ja? Dat zit hem, als je naar een droomland hoor. Hij is al aan het afzien. Goed, wij gaan als eerste groep 2 maar sturen. Waar komt de wind vandaan, jongens? Waar komt de wind vandaan? Uit die kant. De wind komt van links, dus hoe om moet je draaien? Linksom? Linksom. Of rechtsom? Linksom. Linksom, yes. Ja. Oké. Okay. Je kunt een beetje met die wegbreedte spelen, maar ik zou toch opletten, we zitten nog altijd in het verkeer. Ja? Dus hou daar rekening mee. Niet snokken? Ah nee, het blijkt gewoon in het wiel druk, hè? Niet allemaal door elkaar, hè? Niet snokken, zeg jij? Oké, wat nog? Meer concentratie, meer focus. En welke twee belangrijke puntjes, waar moet je op letten? Waar moet je de focus vooral hebben? Constant natuurlijk. Wat zijn de twee belangrijke momenten? Voordat die degene achter jou voorbij je is,
moet je al een beetje naar rechts zijn. Ja. Oké, boys, het is tijd voor de tweede blok. Tempo langzaam opvoeren en let's go. Go, 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 go. Mannen, probeer wat attenter te zijn achterin bij het inpikken. Heel goed. Gebeurt er wie dan? De kabel is overgebroken. Oei, die kabel is over, goed. Ja, helaas, ik kan hem nou maken, maar ik kan rijden op de 14. Het is een klusje voor straks. Oké, mooi. Yes. Goed. Terwijl onze nieuwelingen terug huiswaarts keren naar het hotel in El Arenal, zetten wij koers voorwaarts naar groep 2 met onze team Supernova renners en junioren en genieten ondertussen van het prachtige eiland Mallorca. Het is niet de bedoeling dat de achterste dan helemaal, ja, dan trek je gigantisch lang en komt dit niet te doen. Als er een gat slaat in de linkse trein, dat je probeert vanuit de rechter dan even, ja, terug over te nemen, dat gat weer dicht slaat, dat de ketting terug op gang legt, dat we kunnen blijven draaien. Ook na een rondpunt of zo, bijvoorbeeld als we alles op de lint trekken, dat de man die achter de eerste zit, dat hij dan eigenlijk de ketting terug op gang trekt. Dat we direct terug kunnen beginnen draaien. Oké, boys, tijd voor de tweede blok. Kom op, we gaan weer tempo opvoeren. Hop, 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 hop. Oké, mannen, weer een mooie blok gedaan. Super. Even nu een paar tanden kleiner. Neem een slok van je bidon en overleg even waar de verbeterpunten liggen. Ja, de mannen zijn nu een aantal blokken wedstrijdtempo aan het doen. Het ziet er gestroomlijnd uit. Ondanks de hoge snelheid waren we net op tijd voor onze pasta maaltijd. Aansluitend voerden wij ons dagelijkse groepsgesprek. Dus, nou, ook jij prima hoor. Ja, ook prima. Leg jij eens uit waarom je niet akkoord was. Ja, jij wilde met die andere groep. Ja, ik wilde met die andere groep. Ja. Ik dacht, ik ga nog de handen doen. Ja. Wanneer de meeste renners van het team samen zijn, is het een uitgelezen kans om alle helmen te passen. Een beetje terugdraaien. Ja. Hoe zit hij? Hij zit fijn, hij zit goed om je hoofd, hij is mooi gevormd, dus eigenlijk een super helm. Uitstraling is ook nog eens mooi, dus kan niet beter denk ik. Top. Vond je deze video leuk? Geef dan zeker een duimpje omhoog en klik op de link hieronder, oh nee, hierboven, voor de volgende video van onze prachtige stage op Mallorca. Tot ziens!